Hoi, ik ga nu naar het station lopen in Arnhem. Ik ga de trein pakken naar Amsterdam. Ik ga vandaag naar een PR-bureau en ik ga een rondje door de stad doen in Amsterdam weer eens. En ik ga aan het einde van de dag eten bij Yara, vriendin van mij in Utrecht. Zij is daar net op kamers gegaan. En ik ga vandaag voor het eerst proberen te vloggen voor jullie. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik vind het in ieder geval heel zwaar om de camera vast te houden, want ik heb niet echt een vlogcamera. Ik ga nu snel mijn trein halen. Tot straks. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Ik ben nu op Amsterdam Centraal en mijn camera wil niet scherp stellen. Dus ik sta echt al een uur met die camera hier in mijn hand. En iedereen zit zich echt af te vragen hoeveel selfies ik wil maken. Dus ik hoop dat dit nu scherp is. Ik heb echt al dagen zin in drop, dus ik ga nu eindelijk dropjes kopen. En ik moet naar Lelylaan. En dat is de trein naar Vlissingen en dat stond niet op het bord zoals je ziet. Dus ik werd al helemaal gek, want ik verdwaal altijd als ik de weg moet zoeken. Dus ik dacht, oh nee, dit wordt echt een ramp. Dan mis ik straks weer al mijn trein en zo. Maar ik heb het gevraagd aan de conducteur en hij zegt dat we naar Vlissingen gaan. Dus hopelijk ook naar de Lelylaan. Dat rijmt. Nou, ik ben bij de Lelylaan. Daar heel ver weg kan je het zien. En nu moet ik de weg gaan zoeken en dan vind ik altijd het spannendste van alles. Oh, ik ben echt al, nou ja, niet best wel vaak, maar wel een paar keer bij het festivalcentrum geweest. En ik weet het nog steeds niet. Dus hier ligt duidelijk niet mijn talent. Maar volgens mij moet ik die kant op. Dus ik heb ongeveer nog 20 minuten voor mijn afspraak. Moet te doen zijn. Het waait en ik gril van tranen. Ik hoop echt dat het bij die torens daar in de verte is, want anders weet ik het echt niet gewoon. Zucht. Nou, het is nu 12:05. Ik had om 12 uur een afspraak. Ik ben om 11:50 uitgestapt bij station Lelylaan. En vanaf daar was het 5 minuten lopen. Ik ben hier dus serieus 50 minuten aan het lopen. En ik ben 50 minuten de compleet verkeerde kant op gelopen. En nu moet ik dus ongeveer nog 50 minuten terug. Nu hoor ik jullie denken, waarom gebruik je niet gewoon de navigatie op je mobiel? Nou, het probleem is dat dat pijltje, dat nu natuurlijk gewoon stilstaat, maar dus echt de hele tijd aan het draaien was eerst, de hele tijd aan het draaien is. En daardoor raak ik in verwarring en weet ik niet welke kant ik op moet. En dat is een beetje het probleem, dat ik wel een beetje kan kaartlezen, maar ik loop gewoon altijd de verkeerde kant op. Nou, daar is het dan. Na 1,5 uur lopen heb ik eindelijk het World Fashion Center gevonden. Ik ben nu in het World Fashion Center in toren 4. Alleen al in toren 4 zitten al deze merken. Er zijn 4 torens, dus ongeveer 4 keer zoveel merken hebben hier hun kantoor, slash showroom, slash atelier, slash hoe je het ook wil noemen. Ik weet dat het in andere torens bijvoorbeeld ook I Love Fashion nu zit en mode must-haves. En CNA heeft ook het kantoor in het World Fashion Center. Ik ben bij Fresh Communications in de showroom nu. Ik heb net een rondleiding gehad hier. Ik heb de merken leren kennen waarvoor Fresh werkt. Fresh werkt. Hoor je mij even mooi Nederlands praten met een Engels accent? Ik baal er een beetje van dat mijn haar zo pluizig is geworden door de regen. Maar daar moeten jullie maar even niet naar kijken. Fresh werkt onder andere. Fresh werkt, zeg ik het weer. Onder andere voor merken als Moonboot, Casio horloges. Mijn telefoon gaat nu af, maar oké, laat maar even. Voor Lalique tassen. Lalique is een nieuw merk in, door een mevrouw ontworpen die Lique heet en die pas net is begonnen. Heel erg leuk om dat soort jonge merken ook te leren kennen.
Fresh werkt ook voor Speedo, Protest, Fornarina en nog een paar andere outdoor sportmerken. Today I think I'll be the queen. Find your time machine. Ik sta nu bij je Amsterdam Centraal. Ik ben weer weg bij het World Fashion Center. Ik wil nog even snel een rondje doen door de Kalverstraat voordat ik zo meteen bij Yara in Utrecht ga eten. Er zijn namelijk nog een paar plekken waar ik even wil kijken. Ik wil even naar de Bijenkorf om de nieuwe Marc Jela parfums te ruiken. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik wil even kijken of ze nog sale hebben bij Lush. Want er zijn misschien nog een paar dingen die ik ook wel wil nu er nog sale is. Want het is maar één keer per jaar geloof ik. Even kijken bij H&M Trend, want dat vind ik altijd leuk. En verder wil ik graag kijken bij de Flormar winkel, de nieuwe winkel met Flormar make-up. Ik heb nog nooit Flormar make-up gezien of geprobeerd, dus daar ben ik ook benieuwd naar. Daar ga ik dan. Jela parfums. Er zijn drie varianten. Eén heet Flower Market, één heet Beach Walk en één heet Fun Fair Evening. En ik vind Beach Walk het lekkerste. Het zijn wel aparte geuren, maar vind ik wel leuk. En ik vind vooral die flacon, die een beetje minimalistische fles, of hoe noem je het, fles is niet echt een mooi woord. Ik vind ze echt heel gaaf. Ik ben nu in Utrecht Overvecht. Nou, dit is Utrecht in het donker met lichtjes. And this is where the magic happens. Ah, ik zie roze. Nou, dit is Yara's kamer. Een rendier met blauw haar. Dit kan echt alleen Yara bedenken gewoon. Dan wil ik ook gewoon van die buizen en dat het dan een kledingrek is. Dat is echt super handig. Ik ben weer bijna thuis. Ik sta nu voor mijn huis. Ik ga zo de deur open doen. Ik ga het even afsluiten voor jullie. Ik heb een leuke, maar toch een beetje vermoeiende dag gehad. Vooral door het reizen. Maar goed, ja, het hoort erbij. Ik zie altijd een beetje op tegen het reizen als ik naar Amsterdam ga en ik heb meerdere afspraken en ik moet de weg zoeken, et cetera. Maar Amsterdam is wel een stad waar ik ook altijd heel veel energie van krijg en heel veel inspiratie ook wel. En waar ik heel blij van word, dus ik ben nu thuis en ik heb nu ook echt zin om te bloggen, helemaal niet om te slapen. En ik heb net mijn vriendje opgebeld en gezegd, zullen we het weekend nog even naar Amsterdam? Want ik kom maar heel kort de stad in, omdat ik uiteindelijk dus veel te laat bij mijn afspraak was. En dat vond ik wel jammer, want ik had nog wel even verder willen kijken. Dus hopelijk gaan we dat het weekend nog even doen, een paar uurtjes. Lijkt me echt heel erg leuk. En ik ga voor nu proberen het niet te laat maken, want dat was een van mijn goede voornemens voor 2014. Niet te laat naar bed. Ik hoop dat jullie mijn eerste vlog leuk vonden en wie weet volgen er nog meer. Doei!